Het was echt een heftige week op school. En wil jij weten wat we allemaal hebben meegemaakt? Check dan deze update. Volgende week gaan Bo's moeder, mevrouw De Wilde en Van Morsel trouwen. En we willen een bijzonder huwelijkscadeau geven. We vragen iedereen om een foto te maken voor het fotoboek. En in de spiegel kunnen ze zich mooi maken. Maar wat ze niet weten is dat we een videocamera in de spiegel hebben geplaatst. Leerlingen denken dat wij leraren onkwetsbaar zijn, omdat we volwassen zijn. En ik weet dat het te maken heeft met dat ze niet beter weten, maar dat maakt niet minder kwetsend. We weten dat jij het hebt gedaan, ja, die tekst. Ja, Grimbergen is een vieze homo, serieus? Het is tenminste iets, hè? Maar goed, aangezien de persoon in kwestie spijt heeft, maakt het niet heel veel uit wie het was. Nou, doe maar. Iedereen vindt Tisha alleen maar tof. Ik vind haar sneu. Ja, waarschijnlijk als ik er tegenin ga, word ik toch alleen maar erg. Kijk, die meiden die maken altijd opmerkingen over mijn kleren. Maar ja, het gaat er niet om wat mensen zeggen. Het gaat erom of je laat raken. Ik denk dat ik een idee heb om dit op te lossen. Het is eigenlijk heel simpel. Als merkjes voor zoveel gedoe zorgen, dan moeten we eigenlijk gewoon maar geen merkjes meer dragen. Ja, niet iedereen kan nieuwe kleren kopen, dus dan draaien we onze kleren maar om. Bijna alle kinderen van onze klas hadden hun kleren binnenstebuiten aan. En vet veel andere kinderen ook. Zelfs een paar vriendinnen van Tisha die hadden hun kleren binnenstebuiten. Hoe erg voor haar. Wat ben je sneu, Tisha? Ben je bang dat we je merkjes niet meer zien? Tuurlijk ben ik blij dat hij me gepest wordt. Maar in plaats daarvan wordt Tisha nu gepest. En wat boeit dat nou weer? Ja, oké, het klinkt misschien heel raar. Maar ik vind dat niemand gepest zou moeten worden. Ook geen stom iemand. Ik vond het echt heel stom dat je zo gemeen tegen me deed. Maar het was ook weer niet onze bedoeling dat jij nu gepest zou worden. Jaren verkoop krasloten. Ja, kijk, mijn vader die koopt ze dus van zakencontacten. Hè? En ik mag ze soms voor de inkoopprijs verkopen. Alleen aan vriendinnen, gewoon voor de lol. Kijk, hoe spannend. Misschien ook wel gewoon een ton in man, hè? Of heb jij er? Ik heb het toch niet gedaan. Hoezo niet? Ik zat nog over na te denken en ik vertrouw het gewoon niet. Misschien heeft de broer wel een illegale handel of zo. Nee joh, natuurlijk niet. Kiara? Ja? Kun je even met mevrouw De Jong meekomen? Dames, jullie worden verdacht van heling. Wisten jullie dat deze kaartjes gestolen waren? Nee, nou... Ja, Nee, ik had het wel door, maar ik wilde ze gewoon hebben. Ja, dat is... Ja. Nou, ik had het niet door, hoor. Jij had het niet door? Nee. Het kan wel niet Joy weer gebeuren, zo dom. Ik haat het als mensen doen alsof ik dom ben. Nee, ik had het wel door. Toch wel? Ja. Ja, dames, dit heeft ernstige gevolgen voor jullie. Wat voor gevolgen? Nou, voor jou in ieder geval niet heel erg best. Bij jullie zal het bij een waarschuwing blijven. En ik neem aan dat de conciërge ook nog wat voor jullie in petto heeft. Ja, ik was echt super opgelucht. Ik dacht echt, straks ga ik een taakstraf of een boete of zo. Mijn moeder gaat bijna trouwen en Fien en ik willen iets leuks doen. Ik ben bezig met de stoeltjes. Ik vond deze wel mooi voor de ceremonie van De Wilde en Van Morsel. Dan kunnen ze daar zitten. Ja, ik had al een locatie in mijn hoofd toen Bart ineens voorstelde om hier op school te trouwen. Laten we een Van Morsel en De Wilde musical maken. Of een voedselgevecht. Ja, of je komt een keer met een serieus idee. Dit is heel belangrijk voor De Wilde en ook voor Fien en Bo. En je kan geen één serieus idee bedenken. Waarom zou je dat stomme bankje gaan waar je weet dat ik die stoeltjes heb? Dat wist ik helemaal niet. Dat wist je wel, ik heb het tegen je gezegd. Dus luister je helemaal niet meer. Ik snap niet waarom je zo moeilijk doet. Jij gedraagt ze zo op het bord, daarom doe ik moeilijk. Ik ben klaar mee. Ik ben er gewoon klaar mee dat jij alles wat ik doe of zeg stom vindt. Je bent zo bazig. Je bent saai. Ik ben er klaar mee, sorry, het is uit. Mijn moeder en Bart bereiden beide hun eigen praatje voor. Dat is dan hun trouwgelofte. Fien was vet bang dat dat praatje gênant zou worden. Dus ze wilde voorbereid zijn. Ja, ik vond het alleen maar lachen om het alvast te lezen. Dit was vet persoonlijk. Over Fien en over mij. En hoe lastig ze het vond omdat we geen vaderfiguur hebben. Je gaat je wel gedragen, toch? Ja. Ik vind het gewoon heel erg irritant dat mama ons hele leven in de groep wil gooien. Ja, of je doet oordoppen in of je komt niet, maar je gaat niet voor mama verpesten. Ramzi heeft het uitgemaakt. Wat? Vind je het straks heel erg als ik gewoon niet kom? Laat maar, dat kan niet. Nou, nee. Ja. Nee, ik moet er gewoon zijn, laat maar. Dat niet. Nou, het kan wel. En dan blijf ik bij je. Dan gaan we samen niet. Nee, het is de bruiloft van je moeder. We gaan gewoon en we gaan maar lol maken. Jammer. Een van mijn beste vriendinnen helpen die in nood zit, zou best wel een reden zijn geweest om niet te gaan. Je wordt ook een beetje vader natuurlijk, heel niet twee. Oh, maar die rol die ambieer ik niet hoor. Nee, ik word deel van het gezin, hè? Maar niet hun vader. Eigenlijk zei hij gewoon dat hij ons niet wil. Oh, hey. Vrouw De Jong,
Ik had gehoopt dat hij iets meer onder de indruk zou zijn. Maar het kan hem echt niks meer schelen. Hij wil me gewoon niet meer terug. Het is over. Ik ga niet proberen om jullie vader te zijn, want die hebben jullie al. Maar ik hoop dat jullie het niet erg vinden... als ik jullie wel een beetje als mijn dochter zie. Echt heel erg lief. Dus dat van geen vader willen zijn, bedoelde hij heel anders. Dan verklaar ik hiermee het huwelijk voor voltrokken, dames en heren. Ja.